And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Dan gaan we dus lekker naar de Efteling toe, jongens, om het leuk. Naar die mensen! Holy shit. Het is 2022 is dus nu voorbij. Ik dacht, het is tijd om een mooie recap te maken van het afgelopen jaar van de beste video's en momenten van 2022. Het jaar startte voor mij eigenlijk, ja, soort van op 1 januari al, maar toch ook weer niet. Maar het jaar begon voor mij echt pas eigenlijk op 7 januari. Toen uploadde ik namelijk de eerste video van 2022. En dat was namelijk de video Ik Hack Brookhaven. Die video was niet heel bijzonder en toch is hij heel veel bekeken. En ik denk eigenlijk dat het meer te maken had met dat het een Roblox video was. En dat werd heel veel bekeken in die tijd. Van ongeveer november, december 2021 tot eigenlijk nu nog steeds wel. Maar weet je, die Roblox video was toch best wel makkelijk en niet heel boeiend. Als je daarna kijkt, dan was het dus begonnen pas op 17 januari. Toen upload ik de video, ik ben de nieuwe FIFA Pro met 17 views, staat die wel erg laag. Want ik vond hem zelf ook niet heel goed. Daarna volgden nog meer Roblox video's, waaronder een hele soort van roleplay serie-achtig idee was het meer. Het begon op 25 januari 2022. Mijn allereerste echt goede Roblox video kwam online. Your last one, complete the mission. Het waren een beetje korte video's van ongeveer rond tussen de 2 en 5 minuten ongeveer was het. Dus het waren niet hele lange video's, maar wel leuke video's. Ik zag dat op dat moment Roblox video's van Brookhaven enorm populair waren en het heel goed deden. Dus ik dacht, waarom doe ik het zelf niet gewoon? Als ik nu zo op terugkijk waren het niet hele goede video's, maar goed. Het ging erom, ik wilde gewoon wat meer gaan uploaden. 2 februari 2022 uploadde ik de eerste FIFA video. De FIFA video's waren wel goed, maar ook weer niet heel goed, zeg maar. Ze waren een beetje, moi. Ik vond ze zelf niet zo heel leuk. Kan natuurlijk geen rood zijn. Rood! En dat betekent dat ze. Kan dit nou weer? Lekker beetje patardig scheidsrechtertje. Cruciale rol in die laatste linie. Hoe gaan ze beetje voordeel geven, hè, scheidsrechtertje. Wat is dat vies bitter? Maar dan krijgen we nu toch een kans en komen een beetje met geluk langs en scoren hier weer niet. Veel kansen moeten ze nog krijgen. Ja, dit is niet zo best. Zo gaan ze er nooit in. En ik zag hem al kijken in welk hoekje die ging, want ze schiet namelijk altijd in de hoek, in de verre hoek, nooit in de kleine hoek. Ja, en zo staan we weer achter. Fijn. Het zou wel leuk zijn, ook voor diegene die nu deze game zit te spelen, dat iemand een keer die bal op doel weet te plaatsen. Maar bij doelpunten te maken helpt dat meestal wel, ja. En dan op 14 februari upload ik de allereerste video, eigenlijk in een hele lange tijd, weer op mijn eigen kanaal van Super Mario Odyssey. Ja, ik had een ander kanaal aangemaakt omdat ik daar meer de andere gaming video's wilde maken. Maar dat heb ik ook al een keer eerder gedaan. In 2019 of 2020 was volgens mij. Toen wilde ik een gaming kanaal, maar ook nog een ander kanaal. Alleen het enige probleem was waarom ik het dus ook niet heb doorgezet. Ik maakte alleen maar game video's, dus ik had niks anders. Ik kon niet. Ik dacht van ja, ik vind andere video's buiten video's. Ik kom niet zoveel buiten om video's te maken. Dus ik dacht,
fuck it, doe het niet meer. Dus ik dacht, fuck it, ik ga niet meer uploaden op dat kanaal, want het wordt waarschijnlijk dus ook niet eens heel goed bekeken. Dat werd in het begin werd dat ook niet. Ik had dus een eerste kanaal, dat is het gaming kanaal, waar nu heel veel shorts op staan. Ik heb dat concept al een keer eerder gedaan en dat was dus het gaming kanaal. Maar dat is nu een beetje veranderd in een shorts kanaal, maar ik heb alleen de naam nog niet veranderd. Ik had dus een ander kanaal aangemaakt, omdat ik eigenlijk voornamelijk wilde gaan livestreamen. Omdat het niet kan op mijn eigen kanaal, waarom weet ik ook nog steeds niet. YouTube, fix het alsjeblieft. Ze zei dat ik te jong was, maar dat ben ik niet. Nee, maar ja, weet je, daarom dacht ik, ik maak een ander kanaal aan. Kan ik daarop gaan streamen? En dat heb ik een paar keer gedaan. En daarna dacht ik, weet je, ik doe het gewoon toch niet meer. Maar ik dacht van, weet je, ik blijf lekker uploaden op dat kanaal. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, het wordt niet meer zo heel veel bekeken. Überhaupt werd het bijna niet bekeken. Ik had wel ongeveer 10 abonnees, maar... Die 10 abonnees waren eigenlijk niet heel veel. Ik had echt verwacht dat er veel meer mensen wel mee zouden gaan. Ook vanaf mijn eigen kanaal, waar ik toen ongeveer 50, 60, misschien bijna 70 abonnees had. Ik hoopte eigenlijk dat ze wel, dat sowieso wel een kleine 20, 30, misschien wel 40 subs ook mee zouden gaan naar dat andere kanaal. Maar dat gebeurde dus niet. En het waren er in die tijd zelfs misschien nog wel minder dan 10. En toen dacht ik, weet je, ja, ik kan wel heel leuk veel gaan uploaden op dat kanaal. Maar als ik dat doe en het wordt toch niet bekeken, waarom doe ik het dan? En ondertussen maakte ik op mijn eigen kanaal niet heel veel andere video's. En ik dacht, ja weet je, dan doe ik daar wel de FIFA video's op. Alleen, ik kwam er toch best wel achter in die tijd dat FIFA video's best wel veel tijd kost om te editen. En om 2 keer per week FIFA te uploaden, of 1 keer per week zelfs al, was heel erg veel. Want het kost al bijna een week om te editen, met school erbij. Want ja, de schooltijden veranderden dus ook. Wat er ook allemaal nog veranderde, was eigenlijk gewoon het hele uploadschema dus. Want ik besloot dus om weer gewoon te gaan uploaden op mijn eigen kanaal. Omdat het toch wat beter werkte. Mensen keken het toen wel. En toen gingen de views ook echt lekker. Ik haalde op bijna alle video's wel echt... sowieso boven de 50 views per video van Super Mario Odyssey of Luigi's Mansion. En dat was een hele goede periode eigenlijk. En ik dacht van, weet je, als het zo lekker gaat... Dan ga ik gewoon hier lekker op door uploaden. En dat leek echt best wel een goede keuze, want ik heb toen daarna heel veel video's nog meer gemaakt. Op 21 februari 2022 uploadde ik de allereerste Roblox video. Ja, en dat was best wel een leuke video, moet ik zeggen. En dat heb ik daarna ook veel vaker gedaan. Ik heb veel meer video's ervan gemaakt. Ze zijn ook allemaal in een playlist. Jullie kunnen, ik weet niet of ik het doe, maar misschien dat ze allemaal in de beschrijving staan, alle playlists. Dan kan je alles gewoon lekker checken. Het was een beetje de bedoeling dat we gewoon een beetje gingen kloten met weet ik veel wat.
4 maart 2022 maakte ik de video Hoe neem je de perfecte vrije trap? Wat niet een hele goede tutorial was, maar dat maakt niet uit. Ik heb sterker nog bijna niks uitgelegd. Ik heb bijna alleen maar lopen kloten en lopen schieten. Dat was wel een van de weinige video's waarin ik dus met meerdere camera standpunten werkte. En dat kostte wel iets meer tijd om alles een beetje synchroon te laten lopen. Maar het is uiteindelijk wel een hele goede video geworden. Hallo jongens, we gaan dus vandaag een vrije trappen doen. Ja, goed, nou. Sneren voor stap 1 raakt de bal gewoon. Leg sowieso die bal altijd goed neer. Je moet naast de bal. Mooie aanloop en missen. Mooie aanloop en. Daar ging de camera bijna. Wat de fuck? Is nou helemaal uit elkaar gedonderd. De camera dus even af. Oh mijn god, hij is helemaal uit elkaar gevallen. Nee. Ja. Zit er nou met zo'n kutstang? Tieverzooi. Oh. Ik ga hem wel weer in elkaar zetten. Teringzooi. Even sorry. Luigi, de inbreker, is weer van de partij. Ik zet mijn tas hier neer in het lokaal op de stoel. En ik ga even een kopietje maken. En op het moment dat ik daarvan terugkom, boven de trap oploop, zie ik een man passeren. Hoi. En die hoorde niet in dit schoolgebouw op dat moment. Hij zag er wat, ja... oud en had versleten schoenen aan en ik dacht, er klopt iets niet. Dus ik ben meteen met versnelde pas naar boven gered, tas open gedaan, geen portemonnee. Oh, hij heeft een portemonnee! Hij heeft een portemonnee! Lieve sorry. Wat is dat vies bitter? Tommy, wat een lekkere banaan heb je daar! Wat is dat vies bitter? Oh, mijn boeken! Terug in het kastje, jullie. Even mijn boek opstapelen. Zo, die hierop. Dus dat is ook een goede video geweest. Er was ook redelijk vaak bekeken. Lekker veel comments onder. Ik vond likes, jongens. Op 17 april 2022 uploadde ik de eerste Fortnite-video. Ook dat was omdat ik zag, hey, weet je, het gaat hartstikke lekker. Ik zag dat het behoorlijk populair was. Dus ik dacht, waarom ga ik het niet zelf ook doen? Net als bij Brookhaven. Ga eens weg hier. Kut, ik mis letterlijk alles. Oh, er zit hier nog eentje. Oké, kut. Oké, ze zijn naar beneden gesprongen. Ze zijn niet neer, schijnbaar. Ga neer. Mogol. Oh, met sniper. Boom. Oh, ho, ho, ho. Die was goed, man. Die was goed. Oh, lekker. Sorry. Jonge mensen, wees bang, want wij gaan jullie volledig afmaken. Ik weet niet waar jullie zijn, maar... Hey, je grote Ah, oh. Oezooi. Oh, kut. Ik hou echt vol mijn tong open. Ja, oh. Die vogel. Nee. Oh, ah, kut. Wacht. Oh, jongens. Even wachten. Yo, gozer. Ik heb net vol mijn tong open gehaald. Het is echt ziek eng. Oh, hey, shit. Oh, kut. Types. Ik word ziek hard beschoten. Hou doe, jongens. Dat gaan we even mooi niet doen. Hey, no, kut. Oké, fuck, nu moet ik het in mijn eentje doen. Dat is heel kut. Oh, godver. Kut, ik word vanaf ergens, word ik ziek hard in mijn reet. Ga neer, jij mocht. Ah, oh, nee, drie. Oh. Ja hoor, vandalisme. Ik ben al bezig. Huppatee. Appa. Jongens, ik ben even vandalisme hier aan het plegen. Ik ben allemaal dingen op de vloer aan het spuiten. Kom eraan. Oh, ik zag iemand lopen. Ik zag letterlijk iemand lopen. No fucking joke. Kut. Janken. Ga weg dan, hè, pussy. Aha, lekker voor je, mogol. Op de 1 kill, let's go. Goeie shit hier, goeie shit. Oh, hele lekkere upgrade nu. En ze neer. Nog steeds niet, oh, nog steeds niet. Ha, ga neer dan, joch.
Oh, hummerol. Oh, lekker jochie, lekker. Waar zitten jullie dan? Smerige klojo's. Ik hoor ook een chest. Oh, wat een loot. Oh shit, er zit een breintje daar. Holy shit, ja. Ga neer, ga neer. Oh, kut. Kut. Ja, 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 ja. Lekker, jongens. Holy shit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, jongens. Ja, ja. Op 25 mei maakte ik vervolg van de Ties in de speeltuin aflevering. Ik sloop heel mijn fucking enkel. Je ziet het niet op camera. Hier ook eenmaal mijn fucking enkel. Jouw schuld, hoor. Ah. Oh, typisch. Holy kut. Ah, superdomme. 2022 maakte nog 6 afleveringen van Ties in de speeltuin in deze speeltuin. Waar we ook trouwens 2 specials hebben opgenomen. De, als ik het goed zeg, 90 subspecial. Waarin we de planten natuurlijk gingen water geven. En de 100 subspecial. Die we ook hier hebben opgenomen. Waarbij we 10 opdrachten gingen verstoppen. Dus eigenlijk de cameraman ging het verstoppen. In de speeltuin. En er waren een paar, volgens mij 5, op hoger niveau. Die waren was ergens opgeplakt. En 5 die waren gewoon verspreid in de bosjes ergens. Nou goed. Hartstikke leuk. En natuurlijk, het is natuurlijk 2023. Dus we gaan lekker door. Want jullie vonden het leuk, deze afleveringen. Dus we gaan lekker door met extra afleveringen knallen van Ties in de speeltuin. En letterlijk knallen. Want het knalt nogal hier. Hij is bang. Wij ook. Nou, ga je echt weg? Ik denk echt, bekijken maar weer. Ah. Wat een lief beest. Oh, hij gaat er maar door. Ja. Kijk, dan ik maar. Jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is niet Enzo Knol. Ik lijk er wel. Oh, kut. Oh ja, even voor de duidelijkheid, ik ben geen vlogger. Vloggers zien altijd zo, hallo jongens. Oh, jongens, ga naar boven. Is het eigenlijk wel slim om met een statief omhoog te gaan? Ik denk het eigenlijk, no, dit gaat nu al fout. Dit gaat nu al fout. Au, kut. Als nu mijn camera flikkert. Dat had ik hem omhoog kunnen doen, man. Dat had ik hem aan kunnen pakken. Ik ga weer terug. Jongens, ik ga naar huis. Au, 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 au. Buurman 2021. Au, 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 au. Hallo mensen! Zijn jullie nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu gelijk daar. Ik zie wel dat jullie niet geabonneerd zijn. Jullie zijn flikkertjes, hè? Dan dat je moet. God, watering beest. Word je dood? Ja. Allemaal rip het beest in de comments. I know. Kijk, weet je wat het probleem is? Altijd als je met de camera gaat kutten, dan zijn er altijd 20.000 mensen die naar je gaan kijken. Ik besef me net dat ik zojuist echt deze kut zo. Schiet nou op! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Hey. Ik ben geen vlogger trouwens. Jongens en meisjes, we gaan weer een heel onprofessioneel beeld krijgen, want de cameraman is weer terug. Dit is een hele depressieve zucht. Sorry jongens dat jullie hier nu al echt al 10 minuten lang naar aan het kijken zijn. Deze content is inderdaad niet geschikt voor kinderen, dat heb ik ook aangegeven. Als jullie nou moeilijk gaan lopen doen, dan... Dan gaan we voor jullie nu koude hard, maar we gaan echt niet hard. Jij lijkt zo erg op een zwerf. Kijk, hè, dan loop je gewoon lekker zo rustig. Hier zo over die fucking stoep. Loop je hier gewoon rustig. Zie je dat daar ineens liggen. Hey, hallo zwerver. Ja, hij ligt in de fucking bosjes. Oh nee, niet laat maar. Hé, hey, dit vind ik gemeen, hè? Dit vind ik pesten. Maar je hebt toch gelijk, hij is wel een zwerver. Jij ziet er echt uit als een zwerver. Dat flesje, ik heb nog statiegeld nodig. Oeps. Dan zijn we ook eigenlijk zulke ongelooflijk idioten bij in video's. We zijn ons ook echt zo voor lul ook weer. Ik vond dit echt het mooiste. Dit komt sowieso op t-shirts. Oh. Ja, daarom vind ik het ook mooi, want jij kent hem helemaal niet. Kut, oh nee, ik schop mijn bal weg. Wat verwacht je? Nee man, ik denk dat die er overheen vliegt en daarna komt hij gewoon weer terug, man, als een boemerang. Nee, natuurlijk niet. Kijk, weet je wat we dan doen? Kut. Holy shit, zie die draai. Ik heb oud, mama. Ik wil nu ook op de schommel. Oeh, tyfus. Ja, ook leuk.
Mijn Dat is wel mooi, man. Flikker te daaien. Ik ben blij dat ik dit erop heb staan, want dit gaat er, blijft daar sowieso in. Kijk hoe lang dit kutting is. Kijk hoe lang. Kijk nou, een hele nette broek. Oh, overstroming. We moeten het hoger opzoeken. Okay, lig op de grond voor 15 seconden. Maar goed, dus je moet op de grond liggen voor 15 seconden. Welke grond? Deze grond? Dat grond. Dat grond. Die grond is het. Dit grond. Nederlands, mensen. Oké, deze grond. Godverdamme. 15 Hoe moet ik liggen? Moet ik... Gewoon op je rug. Oké. Ja, dit ding moeten we eigenlijk even... Wacht, moeten we wel eventjes naar de hof? Oké, okay, we gaan nu liggen. Voor 15 seconden. Maar jij gaat timen. Ja. Hij moet op de grond. Oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nou, daar hebben we er één. Hij mag er 1 per keer pakken. En je mag ook niks zeggen. Ik vind niet nog eentje hierin. 15 push-ups. Godverdomme, en ik kan al geen push-ups. 15. Ik heb er letterlijk. Staat er 5 of 15? Ik heb er letterlijk 50. Oké, 5, ja. Nee, je mag hierop. Godverdomme. Wel met je handen in je stenen. Oh. Dat is wel heel aardig van jou. Dat vind ik ook. Oké, okay, ja. Kom. Ja. We hebben er weer één, Ja, wij bijna weer. Oké, er staat nu een raak het rode welkombord aan. Godverdomme, wat is dat welkombord? Je mag kiezen. Oh. Yes. We gaan weer door naar de bot. Ik heb iets gedaan van één op briefjes. Het is niet erop schuiven opgeschuurd, maar iets erop gedaan. Je weet mij niet. Ja, we hebben er weer één. We hebben er weer eentje. Oké. Okay. Schiet de bal zo hoog mogelijk de lucht in. Goed, dan gaan ze hooi. Oké, nou dan. Ik ga wel achter die bal. Kut. Ik ga het wel zoeken. Die raakte weer volledig op een scheenbeen. Oké, okay. Ik weet niet hoeveel er nog in de bosjes liggen. Godverdiefens. Ja, we hebben er weer één. Moet je weer achter me staan, dan moet je ze omhoog. Je bent hier een keer langs geslopen, hè? Hey, gast. Cholera. Je bent hier langs gelopen gewoon. Ja, nee, dat meen je. Ja, je liep hier. Ja, weet ik veel. Okay. Ja, moet je goed kijken. Schiet de bal van 5 meter door het gat. Ik wil even dat ding vasthouden. Ah, oh, kut! Ah, ik ben ja! Ja! We moeten nu wel een beetje treffen, maar ik kan wel redden vandaag niet qua tijd. Onze zendtijd zit er bijna op, mensen. Ik heb echt hier gewoon echt eens gemist. Ja, kijk. We hebben er zeker een gemist. Ah, dit is heel goor. Dit is aasbierig. Nee, niet weer. Oké, okay, houd de bal 15 keer hoog. Ik ga proberen. Waarom doe je niet 10? Hou even uit het zon. Oh! Je hebt hem al lang. Ja, je hebt hem. Nee, ik had tegen 10. Oh, bijna 20. Okay, goed. Volgende. Ja, jongens, we zien er weer een. Ik ga het vaak maar flikkeren. Kut ding! Kut, er zit nog steeds plak. Nee, hij is gescheurd! Oké, doe een koprol. Ja, we hebben er weer een. Dogpoep! Hieronder, oh, gadverdamme! Dogpoep! Kut ding. Doe een rondje om de wereld. Ja. Ja, ik kan hem wel, dat hebben jullie gezien. Bijna. Ja. Mooi shot. Kijk. Het. Hoeveel moeten we er eigenlijk nog? Als het goed is, moeten we er nog eentje. Als het goed wel, toch? Ja. Nee. Ja, weet je wat het ding is? Ik heb nog helemaal niet in diepbos gecheckt. Ik weet niet of ze hier liggen. Nee. Ja, we hebben er weer een. Ah, dit is goor. Dat was de moeilijkste. Ik liep binnen 10 seconden op het... 10! Nee. Yes. 5. 4. Ja. Stop de tijd. Ja. Netjes. Hoe heb je er? 10. Ja, we hebben hem. Op 10 juli gingen we lekker naar Amsterdam toe. Hele leuke video van
6 minuten en 5 seconden. Ja, het was niet een hele interessante video. Maar goed, dat maakt allemaal niet heel veel uit, weet je. Dat is gewoon zo. Het was gewoon een random video eigenlijk gewoon. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Mogol! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vlog F-L-O-G. Vlog met een F. Nee, lieve mensen, het is met een V. Niet een F. Dat was even goed saai, zeg! Welkom bij de vlog van Ezzelkno. En hier met mijn maatjes en mijn makeloon. Weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur. Put in de kut. Grappig. Grappig, heel leuk. Oma! Op 6 juli 2022 maakte ik ook een andere video, namelijk voetballen met Ties. Ook dat was een best wel random video, maar goed, weet je, we gaan er even lekker naar kijken. Want ja, het is wel grappig. Goed, hè. Nee. We zaten dus gewoon een keertje, waren we hier ook gewoon aan het filmen dus. En gewoon, ja, dat was trouwens statief leuk. En toen kwamen echt 100.000 kinderen kwamen naar ons toe. Ah, ja! Allemaal helemaal wild werden ze. Oh, daar komt zo'n griepbus aan, jongen. Echt. Opgeflikkerd jij. Beroerte. Lekker griep. Nou, dat valt dus wel mee, denk ik. Ik zie hem het gewoon perfect doen. Ik. Oh, kut. Nee. Ik heb iets kapot gemaakt, denk ik. Ik was dit niet. Ja, nee. En dan komen we nu aan bij de maand waarin er ontzettend veel bangers waren geüpload, namelijk juli. 25 juli begon het feest. Op 25 juli uploadde ik de allereerste vakantievlog in Italië. Gewoon letterlijk van alleen al lopen kreeg ik het gewoon warm. Het was op één dag letterlijk 36 graden. En we zeggen dat het in Nederland ook bijna alleen maar rond de 36 graden was. Maar goed, daar was het gewoon, daar zaten we letterlijk aan een meer. Maar dat was pas deel 1, want in deel 2... gebeurde er nog meer zieke shit en het was een veel langere vlog. 22,5 minuut aan alleen maar content en eten. Beroerte. Een dia is een soort kortdurende beroerte. Wat een kutpie. Doe pijn aan mijn poten. Moving like a speed of sound. Auw, kut, mijn voeten. Waren dat jaar niet voor het eerst in Italië. Ik ben wel eens eerder in Italië geweest, maar het voelde wel als voor het eerst in Italië. En het was fucking warm, moet ik zeggen. Sterker nog, de laatste dag zweten geblazen, jongen. Je zat gewoon, als je gewoon zat, was je al compleet aan het zweten. Ik droeg alleen maar voetbalshirts die van katoen waren, dus het was echt ontzettend warm.
Alles helemaal dichtgetimmerd. Is de ghetto van heel de camping. Oh, pokken. En hier zou je dan dus tussen zitten, hè? Maar op zich, dit vind ik niet heel lelijk, dit dan. Ja, oké, okay, die planten zijn wel lelijk. Godverdomme. Godverdomme, kurk. Are you gonna teach us anything, or are we just gonna sit here? Just do whatever you want. Just go out and have recess. My parents don't spend $15,000 a year for recess. Boeieruur. Ga aan de kant met je kutfiets. Oh, 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 dat is ook echt niet. Wat goed dit, joh, wat goed dit. Kut fietser. Vanaf welk spoor komt er over? Oh, wacht, dit is een bekende plek. En daar stonden we toen daar zo. Maar dan moeten we er wel in. Maar dit is hem wel. Open. Oh, kut. Oh, wat is dit smerig. Dan ben je echt een achterlijke eend, hoor. Nou, gewoon een grote dia. Oh, ik ben geen beroerte. Jij hebt een dia. Kutkat. Kut, ik sla vol mis. Kut. Er zit duidelijk geen zin in. Heb het lelijk. En dan nu de laatste twee zieke video's. Want op 7 december 2022 upload ik de super coole Efteling vlog. Ja, deze vlog was eigenlijk best wel leuk. Het was een hele leuke video, vind ik zelf. Ik heb er niet te veel in geëdit, omdat bij attracties editen was een beetje moeilijk. Dus niet in attracties, maar ik had vooral een paar leuke dark rides had ik gefilmd. Ja, maar daar kan je niet heel veel bij editen, want ja, weet je, je kan wel een paar leuke effecten aan toevoegen, maar dat is het ook wel. Daar kan je niet heel veel mee doen. Welkom bij de vlog van Ezekro. Ben je met mijn maatjes en we maken lol. Weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga je sowieso. Ja. Als je hierin gaat, jongen, zo vroeg op de dag, ben je echt niet helemaal lekker. Fijn dat het licht ook echt lekker goed is. Hallo, hallo, kan je nou een stukje papier geven? Hallo, een stukje papier weten. Heeft het papier is het nog niet goed? Ondankbaar. De plek waar we niet wilden zitten, achterin. Oma! U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze kom, die zich hierboven hebben. Wat is dit? Tovertwinkels, hallo allemaal. Onze koninklijke tovernaar. Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels. Maar, ga maar mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. You want to do the Palace of Fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Traag treden, openen! Oh, wow.
ben een film. Ik word helemaal nat. Verdomme. Ze gooien gewoon met water. Van een flikker. Ja. Ja, even een mooi benieuwd gemaakt, jongen. Hier is een veilig. Snel deze kant op. Wow. Wow. Ja, je kan het zelf kiezen, hè? Ja, dan moet je voorin zitten. Dus daar zit u dan, met uw goede fatsoen. Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Don't you. Heel goed, blijven drukken. Oh, wat een kolo. Fantasia! Nee, ik hoef alleen maar toe te kijken. Ik vind het echt jammer dat deze achtbaan ook gewoon niet open is. Nee! Kut! Nee! Nummer 22 gaat geneukt worden. We kunnen niet zo gaan! Nee! Doe het! Nee! Ik wil het niet! Ja! En toen, op 21 december 2022, kwam de super epische sneeuwvlog online. Ja, dat was best wel leuk. Het was een hele leuke video. Ik vind hem zelf gewoon wel echt heel leuk. De tering koud, jongens. Het is min 8. Nou, jongens, let's go to the ice. Ik hoop dat jullie allemaal wel geabonneerd hebben hiervoor. Toen zag ik dat het had een sneeuw lag. Ik dacht, ah, kan toch niet zo koud zijn? Het is fucking koud. Het is ijs. Godverdomme. Ja, ik proef kurk. Stikker verkoop. Ik hoorde hem vallen. Maar kijk, hier ligt nog. Oh, godverdamme! Daar doen mensen! In 2022 zijn we van 81 subs naar bijna 160 gegaan. En dat is
eigenlijk best wel bizar dat we zoveel subs zijn gegroeid. En dat in een jaar tijd. En dat zal ook zeker weten te maken hebben dat we natuurlijk de Thijs-Zemmermaand weer hebben gedaan. En dit jaar wel gehaald hebben. En dat we natuurlijk Ties in de Speeltuin hebben gelanceerd. Een hele leuke serie, wat jullie leuk vonden. En eigenlijk nog wat meer, zoals FIFA, Roblox. Eigenlijk heel veel soorten video's hebben we geprobeerd in 2022. In 2022 hebben wij 143 video's gemaakt. En van Super Mario Odyssey hebben wij, schrik niet, 37 afleveringen gemaakt. Dat is echt bizar veel. Ja, we hebben ook gewoon van Roblox hebben we er ook een stuk of 5, 6, misschien wel meer. En van Luigi's Mansion, ik dacht ook echt wel iets van rond 10. Tussen de 10 en de 20 in ieder geval. En we zijn zeker niet van plan om dat zomaar in één keer te laten stoppen. Dus we gaan nog steeds beginnen, of verder, waar we gebleven zijn. Dus met elke week 2 keer uploaden. 1 keer Super Mario Odyssey en 1 keer Luigi's Mansion 3. Dus ja, blijf vooral lekker abonneren. Dan komen er vanzelf allemaal leuke video's aan. Ja, want deze video alleen al heeft mij echt ontzettend veel tijd gekost. Maar ja, ik hoop wel dat het een leuke video is voor jullie. En anders dan is dat jammer. De meest bekeken video van het afgelopen jaar is Alleen in een Stadion. Met 466 views is hij een terechte winnaar. Blijf hem vooral kijken, want we hebben nu bijna, bijna 1000 views op één video. En dan kunnen we er gewoon even dikke vette saaf mee pakken, jongen. Nou goed, jullie kennen het wel. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel ik ermee verdien. Dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik nergens gekeken. Dat kan je trouwens checken op een site. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Want ik doe mijn research niet voor mijn video's. Nee, dat doe ik wel. Nee, maar op nummer 2 stond, terecht, weet ik eigenlijk niet, een Roblox video die in 5 minuten is gemaakt. Namelijk, ik hack Brookhaven was het. Die had letterlijk 300 nog wat views. En ik snap niet waarom. Ja, maar ja, weet je, jullie hebben het gekozen. Dus ja, weet je, jullie hebben gekozen voor die Roblox video, om die heel vaak te bekijken. Maar goed. Natuurlijk staat het nog steeds, echt al sinds begin vorig jaar en het jaar daarvoor, staat Alleen in een Stadion helemaal eenzaam aan de top met 700 views inmiddels. Of bijna 700. Dus blijven we vooral streamen en kijken. Dat willen we. Oké, nou jullie dicht. Goed, okay, ja, lopen we. Ja. Super Mario Odyssey video's. Ik wil zeggen, het zijn hoeveel afleveringen. En godverdomme. In 2022 hebben wij een. Nee. Goeie, dat is een goeie, dat is een goeie. Ja. Holy fuck. Ik kan gewoon denken. Nou, ik nog. Ja, inderdaad. Nou, jij nog. De afge. Nee. Beroerte. Fuck. Afgelopen jaar. De afge. De, afgelopen, de meest bekeken video van het afgelopen jaar. Oké. Okay. Wacht even, komen weer mensen langs. Oh. Er komen de fietsers aan. Nee. En met dat, de 2022 season comes to an end. Good night. Yo mensen ook. Welkom bij Mario Odyssey, stuiteren in de sneeuw. Ik ben alleen te dicht. Alles helemaal dichtgetimmerd. Is de ghetto van heel. En hier zou je dan dus tussen zitten, hè? Vanaf welke spoor komt er over? Oh, wacht, dit is een bekende plek. En daar stonden we toen daar zo.